Sup, what's poppin'? Ik heb een aantal dingen gedaan. Dutch Touch, samen met Brainpower en Duvel Duvel. Ik sta op de plaats van Boris, de baas van de club, Party Squad. Ik heb een paar singles uitgebracht, Mighty Fine, Like That. Mijn nieuwe single met George. En mijn album ligt sinds 17 september in de winkel, Truth and Soul. Dus dat is een beetje wat Jay Carlin doet op het moment. Yeah. This world, hold up, gun government, yes, it's time for the settlement that goes beyond a race. Do the math, y'all know, sick mind, try to get mine every day, y'all listen now, I'ma give you thoughts from a shade. When it's all peace, then the beast come out, when in doubt, choose freedom, cause happiness is laughter. Everybody focus, cause if this is the final chapter, then the roof gon' blow. Superfly mixtapes, dat is eigenlijk de vaste naam van de mixtapes, en ik heb... mijn eerste mixtape die heette dan Superfly. En mijn tweede mixtape is dan Superfly Part 2, The Wobble Factory. En daarmee wilde ik... Ik wil eigenlijk het verschil tussen mijn album en de mixtapes... is dat ik op de mixtapes laat ik wat hardere dingen horen. Dan ga ik wat dieper in op punchlines. Dan komt de MC zeg maar echt in me naar boven. En op mijn album wil ik het zeg maar meer bij verhalen houden. En gewoon echte dingen zeg maar brengen. Straight to the main course. Leave your ass choking. A homelick must be forced. This one is definitely out of your range, boy. I got the back bounce in the wiggle like K-Toy. De Wobble Factory wilde ik ook een diversiteit hebben van artiesten. Van Nederlandse bodem. Ik heb de Opposites erop gehad. Negative, Daryl. Bint Baas en Smarge. Skep uit Friesland. Ik heb iets met IJsman gedaan. Daarnaast ook nog wat met wat internationale artiesten, Phil the Agony en Crandon van de Strong Arm Steady Crew, Slum Village, T3, Postman, die is natuurlijk nationaal, maar zeer zeker niet de minste Engelstalige rapper. En daarmee wilde ik eigenlijk het publiek kennis laten maken met mijn muziek. En dat is goed gelukt, we zijn 30.000 keer gedownload, dus... ik mag niet klagen. I ain't bullshitting you, cause half of the globe is war's on premises. Ow. And my peeps ain't having it. The block's on fire, cause the J starts happening. You, where you gonna hide when the battle for the world is inside of you? My friend, don't pretend you ain't seeing the process. The world's about to blow and already in progress. Today, hey! Je noemt echt onwijs veel uiteenlopende namen. Ja. Dat jij denkt van. Oké, dus dit is Jay Carlin. Jay Carlin kan met al deze mensen werken. Ja. Heb je dan toch stiekem... Ja, je zei eigenlijk ook al van hiphop in hart en nieren. Dus hiphop geniet dan toch, neem ik dan ook aan, uiteindelijk toch wel echt de voorkeur? Ja, absoluut. Absoluut. Maar ik schroom me niet voor collabos die nog niet gedaan zijn. Weet je, ik heb ook een collabo gedaan met Elise. En het was gewoon een superleuke ervaring om te doen, weet je. Ik ben bij Yetix geweest. Plaatsen waar ik in principe nooit zou komen als ik underground hip-hop muziek zou maken. En dat bevalt mij dan altijd wel, weet je. En het gaat mij ook minstens om de persoon zelf. Als hij gewoon goede muziek maakt, dan maakt het in principe niet uit wat voor muziek het is. Als je een soort van clash maakt, dan komt het altijd wel goed. Dus... ik wil me niet in een doosje laten stoppen van ik maak alleen hip-hop muziek. Ik wil verder kijken. I throw your hands up if you feel how to be boss. Do the math, niggas will never defeat us. I am still the authentic, what's cut from a railroad. On my grizzly grind, winning, I tear like a bear shirt. Now how you like that? Pockets is too flat, that's why I'm out to get the money. Cause niggas is too whack, what it do, son? You should continue to move back. Cause all I hear is the same like playing a loop track. Je hebt ook een heleboel internationale namen, noem je net ook al. En dat zijn zeker niet de minste. Ik bedoel, hoe heb je dat aangepakt? Had jij al een heel goed netwerk dat je dat heel snel voor elkaar kon krijgen? Of had jij mensen die voor jou zijn gaan lobbyen? Ja, ik heb een heel goed team achter mij staan. En die lobbyen zowat dag en nacht voor mij. En ik lobby natuurlijk zelf ook heel veel. Maar wat mensen vaak vergeten weet ik, is dat de artiest staat op de voorgrond. Maar er staan een heleboel mensen die achter de schermen aan het touwtjes aan het trekken zijn. En dingen proberen te regelen. Waaronder Dutch Flower, mijn manager Daniel Istasia. En die zorgen ervoor dat de juiste collabos gemaakt worden. En de muziek spreekt voor zich. Veel artiesten waarmee ik samen heb gewerkt, ook internationaal zoals nationaal, horen de muziek en zijn van mening dat het andere muziek is. En... daarom willen ze meestal wel hun medewerking verlenen. En wat dat betreft ja, vind ik het altijd wel een eer om met iemand samen te werken die,
die op basis van dat met mij mijn collab wil aangaan. Dat staat wel heel recht op. And I don't know if you can make it, if you can make it on your own. Your world today is headed for the dark, do you feel the shade? And I don't know if you can make it on your own. Ja, je wil nieuwe samenwerkingen aangaan. Ja. Maar heb je dan toch ook dat je zegt van ja, nee, oké, dit is misschien wel een nieuwe samenwerking, maar dat ga ik gewoon echt niet doen. Nee, als ik het niet voel, doe ik het niet. Kijk, muziek blijft altijd een soort van bron van inspiratie. Dus je moet wel enigszins inspiratie hebben om een collab te doen. En ik zeg altijd, I don't sell my soul, weet je, voor exposure of wat dan ook, weet je, als ik het niet dope vind, dan doe ik het gewoon niet. Maar ja, meestal sta ik gewoon altijd in voor gekke collabs, weet je. Ik hou wel van dingen die nog niet gedaan zijn, of als iemand zegt van, hé man, over deze beat kun je nooit spitten. Dan heb ik weer zoiets van, jawel, ik ga het gewoon proberen, weet je. En om dan een zodanig product af te leveren, dat mensen toch zeggen van, hé man, het kan wel, het kan dus toch wel, weet je. Ik probeer ook deuren voor andere mensen te openen en om creatiever, zeg maar, te zijn. Om niet eenzijdig te zijn en te zeggen van, ik hou me alleen hierbij. Want dan blokkeer je eigenlijk je eigen ontwikkeling. En ik wil mezelf zoveel mogelijk ontwikkelen, zoveel mogelijk muziekstijlen maken. You want some slow shit like you practice in Tai Chi. I gotta make more moves than people that buy weed. You never came across the upper of upper boss. No, you will, cause he suffered the suffer up on the cross. You want me on your track? Homie, I ain't budget. Now what's your budget? 500, I flame ovens. Supernovian, supernova, the dames love it. I never sold crack, but I'm cracking your names busting. So holler out my name if you feel like a discussion. Is he Christian or is he eating was disgusting? Was je verrast dat je voor Dutch Touch werd gevraagd? Ja, in het begin wel, zeker. Ik stond op te treden bij, volgens mij was het de Uitmark of Bevrijdingsdag, ik weet niet meer precies. En Ulrike Helmer, de regisseur, die was daar aanwezig. En die was onder de indruk van de show, die vond het een positieve uitstraling, zeg maar, hebben. En die is daarna naar mij toegekomen en die zei van, nou, ik wil jou graag in mijn documentaire hebben. En dan ga ik je een jaartje volgen in je dagelijks leven. Dat was wel even een brok, dan ziet iedereen wat ik dagelijks doe. Maar op een gegeven moment werd ik er heel enthousiast, zeg maar, voor. Het team waar ik mee samenwerkte, het waren gewoon hele relaxte en warme mensen. En die zorgden ervoor dat ik mezelf heel erg op mijn gemak kon voelen. Dus ik kon gewoon mezelf zijn achter de camera of voor de camera. En dat is een hele goede tijd geweest. En ik was daar inderdaad heel erg verrast over. Omdat ik was toen nog een vrij onbekende artiest. En zij had zoiets van, ja, nou, ik wil Brain pakken. Die heeft al wat betekend in de scene. Ik wil Duvel pakken. Dat is wel wat meer wat underground. En ik wil gewoon een fris, nieuw talentje hebben. En het lot had het zo gekozen dat ik eraan mee mocht doen. Dat vond ik te gek. Crime Malaysia is now invading the population. Calculated, spreading the oil. Behold the new Gomorrah. You and your fellas just lean back. They forgot to tell us living is giving. You see that? Honestly, the society has corrupted us. You talk about the money cash holds and every first you bust it. I don't see the credit. I just gotta let it out. Started with an apple tree. End up with a light show. Wat is voor jou de belangrijkste stap geweest in je carrière tot nu toe? Want ik bedoel, als jij wordt gevraagd voor een documentaire, terwijl je eigenlijk al op bijvoorbeeld Bevrijdingspop stond of de Uitmarkt, laten we even in het midden welke van de twee dat nou was. Ja. Maar dat is ook al een enorm groot evenement. Ja, zeker. Ik denk, dat is altijd een hele moeilijke vraag, want er zijn zoveel dingen nu ook al gebeurd wat die voor mij belangrijk zijn geweest. Nou, ik denk sowieso dat ik een belangrijke stap in mijn carrière is dat ik met Dutch Flower samen ben gaan werken. Toen is alles eigenlijk is het hele balletje, zeg maar, ook gaan rollen. Ik bedoel, ik heb ontzettend veel bij hem geleerd in de studio. En daarnaast mijn platendeal met CNR. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik op plaatsen ben gekomen waar ik normaal, zeg maar, niet zou komen. En mijn samenwerking met George McRae is ook echt een mijlpaal geweest. Waardoor mensen zoiets hebben van, hey, jonge gast, die werkt met soul-legende uit de jaren 70. Weet je, dus dat is ook weer een verhaal wat je bij mensen kan brengen. En van de meeste jongeren kennen George McRae niet. Maar als je iemand van boven de 40 vraagt wie George McRae is, weten ze het direct. En dat is dan ook weer grappig, want dan kun je ook weer een heel ander publiek aanspreken. En dat is in principe mijn doel met het muziek. Dus er zijn een aantal dingen in mijn carrière die voor een versnelling hebben gezorgd. Dus er is niet echt specifiek één iets wat ervoor heeft gezorgd dat,
dat mijn carrière in een in schietversnelling is. In een samenloop van ontwikkelingen dan eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Time will tell, but until then it's these customs. Keep the swag tighter than crooked police cuff 'em. Who be that kid with the robbery swag? The way I'm sexing up the beat, call me bad. Hey yo, nowadays niggas bring beef to the block. I keep standing on the side, keep loading my watch for them. They ain't really know all the moves that I got for them. Blotted in my head, it gon' bust on my head about now. Who wanna break bread with a king? I never shot a shotgun, but I'm up in that seat. Spit you that night, throw gas gon'. Give you that heat with such a flamboyant flow. Make you sure it won't cheat for show. Het feit dat jij heel breed bent ingesteld lijkt me ook tot een bepaald punt ook wel een nadeel. In het feit van, kijk, je hebt bijvoorbeeld, nou ja goed, je hebt mensen die fans die een cd gaan kopen. Ja. Maar ja, mensen zoeken dan toch een bepaalde sound. En ik bedoel, misschien de hiphop liefhebbers, die vinden een paar tracks heel erg tof. En dan komen ze bijvoorbeeld op andere tracks en zeggen van, ja, dit vind ik echt helemaal niks. En dat is misschien ook vice versa, want mensen die juist wat meer poppy dingen juist heel erg tof vinden, of de meer soul-achtige dingen meer tof vinden, en de hip-hop dingen weer helemaal niks vinden. Ja, denk je daarover na als je dat maakt? Niet per definitie. Ik wil in de eerste instantie gewoon goede muziek maken en ik doe wat ik voel. En ik denk dat de beste maatstaf is, omdat ja, als je je gevoel volgt, zullen er altijd wel andere mensen die dat gevoel met jou delen. En ik denk dat met dit album dat goed gelukt is, omdat ik heb een heleboel persoonlijke dingen erin gezet. Ik heb een paar issues erin gestopt over de wereldmaatschappij, over discriminatie, dingen die iedereen wil aanspreken. Dus ik heb alle rap clichés, zeg maar, weet je, over de bling blings en de grote wagens en de rims heb ik gewoon weggelaten. En ik denk dat er nu ook een publiek is die ook daarna op zoek zeg maar is. Ik was toevallig laatst aan het googlen en toen zat ik op de girl scene, op een of andere meisjesblad, en die hadden een recensie geschreven over mijn album. En die hadden zoiets van, nou, ik hou normaal nooit van hiphop, maar ik vind dit wel erg leuk. En dan heb ik zoiets van, ja man, daar doe ik het voor. Voor mensen die eigenlijk nog niks te maken hebben met hiphop, die wil ik zeg maar ook bereiken, weet je. Ik ook van de mensen die hiphop sowieso doof vinden, daar staan er ook songs voor op. Maar ik probeer het ook toegankelijk te maken voor iedereen eigenlijk, die een soort van negatief beeld heeft van hoe hiphop er vandaag de dag voor staat. Blow it here and it's seeking reasons to kiss the nitro, and everybody's patiently waiting until the ice come. Shit is nuclear, think to the duty, you can get your fuse blown. Yes, on you know that's crazy. Don't budge, cause as soon as they get the door shut, you will be immediately punished if you won't act buff. But wait, there ain't a damn thing changed. Everything within will make the same, cause you know day so the range is crazy. Even totaal iets anders. Nederlandse hiphop had heel lang de overhand. Ja. Nederlandstalige hiphop in Nederland. Maar nu lijkt de Engelstalige hiphop zich, ja, lijkt echt weer terug te komen. Ik bedoel, jij, de Melodia, Pete Philly, The Proof, GMB, Concrete, weet je, underground scene, ook daarboven. Ja, ik bedoel, hoe kijk je daar? Hoe kijk je dat tegenaan? Ja, ik vind het ontzettend dope. Want ik kan me nog herinneren in 2005... Ik heb ook een aantal interviews gehad en toen waren mensen ook echt sceptisch. Zeg van, nou, je gaat wel Engels doen, het is wel een hele zware klus. Maar ik heb hiphop altijd gevolgd en hiphop evolueert zich, kan zich heel snel in een andere vorm, zeg maar, verplaatsen. Dus ik wist op een gegeven moment toen de nederhop, zeg maar, in Nederland echt begon door te breken, wist ik ook dat er een moment zou komen dat mensen ook uiteindelijk naar Engelstalige hiphop zouden gaan luisteren. Van Postman is er ook al geweest, weet je. Dus het is wel mogelijk in Nederland. En ik vind het nu te gek om een Pete Philly te zien, La Melodia, weet je, een GMB, weet je, allemaal gasten die hun Engelstalige dingen doen. Dat betekent dat er ook een platform komt voor Engelstalige artiesten. En dat er oor is voor onze muziek. Dus dat is wel helemaal te gek. I'm living on my own island, I'm made. Supernova lemonade, that's stirring my cave. So I'm now for you niggas if you're taking a chance. You don't know my balls big, they don't fit in my pants. You should know I ain't gangsta, but I'm calling the shots to go. Boom, check your dame, cause I'm hitting Hey, wat volg jij in het buitenland te bereiken? Nou, we zijn nu wel bezig. Ik denk eerst sowieso aan Nederland. Ik hoef van Nederland wel een springplank zijn. Dat mensen in het buitenland vragen meestal als ze horen van dat je bezig bent. Van, ja, wat doe je in je eigen land, weet je? Dus dat is wel heel belangrijk dat we hier ook in Nederland voet aan de grond kunnen zetten. En
ja, ik rap in het Engels, dus het is niet vanzelfsprekend, maar je gaat er wel vanuit dat je de grens over kan gaan. En daarom hebben we het allemaal zo internationaal mogelijk proberen te maken. Met alle markten in mijn achterhoofd, weet je, van de Fransen, Duitsers, Engels, weet je. Ik hoor soms ook van, hé man, je album klinkt ook een beetje, je hebt ook wel een beetje een Engelse vibe, of zou ik wel goed in Duitsland aanslaan. En daar hopen we natuurlijk op. Het is natuurlijk weer een soort van utopia om te zeggen van, hé man, ik ben de eerste Engelstalig MC die naar het buitenland gaat. Maar de ambitie is er wel. If we can make it out in time and we're time for the moment it applies to gather its components. Look around, feel the ground, tremblance of a semblance of the days that dark. We don't talk. I have to be honest, it will astonish you when suddenly a battle emerges bigger than Waterloo. So what the F is up? It's all going down, it's like we're living in a tub. It's crazy. So. Ik heb een ontzettend dope platenmaatschappij. Die laten ons vrij. In ons muziek maken en er worden ons geen beperkingen opgelegd van nou, maak zo'n muzieksoort stijl of maak die stijl, want dat gaat wel aanslaan. En er zitten ook een heleboel, wat ik van CNR doof vind, is dat er een heleboel alternatieve rockbandjes ook op zitten, weet je, die totaal tegen draad zijn. Dat is natuurlijk een hele andere genre, maar dat betekent wel dat ze lef hebben. En mijn platenmaatschappij verwacht natuurlijk ook dat we naar het buitenland toe gaan. En vandaar ook de collab met George McRae, weet je, dat vinden ook hun helemaal te gek. En die hebben dan zoiets van, hey, dus het is mogelijk. Als we maar blijven pushen, dan moet het gewoon lukken. If God is all the help we need, then why we are asking him to leave? It's not impossible to find another option. So for those who are example, keep the faith and end this love. War amongst the species is the plot. If seeing was equal to swift believing, so is breathing when you're permanently leaving. It's up to you, cuz. Mijn artwork is gedaan door Will Ragland. En dat is iemand uit de States. En die heeft ook het artwork gedaan voor Transformers. Voor Spider-Man, Ice Cube. En nog een paar andere hele dope MC's in de States. Dus ik was sowieso vereerd om door hem het artwork te laten doen. En toen we het artwork terugkregen, het was gewoon meteen die internationale vibe. En dat is ook wat we willen uitstralen. We willen niet meteen per definitie uitstralen van, oh man, dit zijn Nederlanders. Of zo, weet je. We zijn wel gewoon een Nederlands product. Maar we willen naar het buitenland uitstralen, weet je. Van, oké, man, wij hebben ook kwaliteit hier zo. We hebben ook gewoon muziek dat mee zou kunnen dingen op internationaal niveau. Dus we willen ze gewoon een poepie laten ruiken in het buitenland. MJ Khaled, I'm a ow.